We gaan deze top haken met scheepjes Maxi Sugar Rush. Dat is 50 gram bolla 280 meter. Hij geeft aan met brei haaknaald 1,25 1,50 haaknaald, maar we gaan hem met 2,5 mm haken. Het is gemercieerd glanskatoen. 100% katoen. Het splijt niet. Het is stevig. En het geeft top het effect wat het moet krijgen. Luchtig en soepel dragend. Je zal er nog een topje of tanktopje onder dragen. Of een crop top. Kun je zelf kiezen wat je wilt. We gaan beginnen met de opzet. Laat ik je zien hoe te werken. En daarna kun jij zelf verder. Het patroon kun je onderin vinden in de informatiebox. Door op het pijltje te klikken kom je direct bij het patroon op mijn website terecht. Zoals gezegd, we haken met de Maxi Sugar Rush. Dit is een kleur Coral, Light Coral, kleur nummer 264. En met haaknaald maat 2,5 mm. Ik hoop dat het te zien is. Ik heb hier al een voorbeeldje gehaakt. Wat je gaat doen is, je gaat de buitenkant schouder meet. Als jij een los model wilt, wil jij een getailleerd model, neem jij binnenkant schouder. Dus de bolling van de schouder, daar de binnenkant van. Dat meet je op, doe een paar centimeter extra, want het voorpand zal onder je oksel moeten gaan reiken. Dit haken we dus in de breedte. Hier is de bovenkant en hier ben ik gestart. Je gaat hem zo dragen. Die en deze kant moeten bovenop de schouders aanraken, dus daar waar je schoudernaad loopt, van schouder tot nek. En deze punten hier moet uiteindelijk de oksel kunnen aanraken. Dus midden in de oksel moet je deze punten kunnen raken. Of je nou een los model hebt of een strak model. Je moet onder midden in de oksel uitkomen. Dus de lengte haak je door tot je de lengte hebt bereikt dat je de okselpunten aan beide kanten kan aanraken. Dat doe je door middel van tegen je rugband aan te houden en deze punten richting de oksel te duwen. En dan weet je gelijk, oh, ik moet nog een sectie bij doen, ik moet nog een paar toeren bij doen of ik ben klaar. Je moet eindigen op een toer waar je volledig 9 stokjes en 9 stokjes hebt. En die toer moet je in de oksel kunnen raken. Ik ga je laten zien hoe je dit haakt. En dan laat ik je daarna zien, als ik dit stukje heb gehaakt, hoe je in de ronde gaat haken. En hoe je kan meerdere om de getailleerde model te krijgen. Of als je toch niet helemaal goed uitkomt met je losse model richting de heupen, hoe je ook kan meerder in de zijkanten. Dus in de zijnaden van het truitje. Goed, ik gebruik even het restje hier, want zoveel garen heb ik niet meer nodig. We gaan beginnen met een opzetlus te maken. Dus je houdt het draad vast tussen de wijsvinger en de duim en tussen de ringvinger en de middelvinger pak je vast. Dan draai je hem naar je werk naar je tafel toe. Dan pak je de haaknaald, die steek je van onder naar bovenop. Dan wip je eigen draadje omhoog en dan draai je met de klok mee omheen. Dan pak je het werkdraad op en die haal je door het lusje heen. Die trek je aan. En nu ga je het opzet losse opzetten. Dus wat je nu hebt gedaan, tel je niet als nummer 1. Dus je gaat nu beginnen. Je gaat beginnen in een meervoud van 24 steken plus 6. 24 steken is van hier tot hier. En dat is de meervoud die je gaat aanhouden. Ik pak het draad tussen me om mijn pinkje heen en om de wijsvinger heen. En ik ga tellen al hakend. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4. En dan draai ik iets. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daar pakken. Het is omdat mijn bolletje natuurlijk bijna leeg is, zal het minder makkelijk het draad te pakken zijn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dit is de ketting voor één motief. Dat haak je dus door tot je de breedte hebt bereikt van het rugband. Dat we starten met het rugband en we passen het voorpandje erop aan. Waarom? De rug is plat en voor hebben we de borsten zitten. Dus daar moet natuurlijk het topje wel mooi omheen vallen. Voor de een heeft bijvoorbeeld 4 voor het rugband, 4 voor het voorpand nodig voor een aanmodel. En de andere heeft 4 voor het rugband en 5 voor het voorpand nodig voor een aanmodel.
Het is gewoon echt puur passen en meten. Dus hou de ketting tegen je rug aan en kijk of het past. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nou, ik doe 2 keer 24, net als het voorbeeldje wat ik je net heb laten zien. En daarna voeg je nog eens 6 toe. De eerste twee steken zijn bedoeld daar waar je stokje uiteindelijk in belandt. Dus je hebt hier 3 steken, die sla je over en in de vierde lus haak jij het eerste stokje. Nu heb je 2 stokjes op een rij. Je kan onder 1 lus door en je kan ook onder 2 lussen door. Dat wat jouw voorkeur betreft. Ik ga nu onder 2 lussen door, geef wat stevigheid. Nu hebben we dus de eerste 2 steken gehad en die gaan we 2 steken overslaan, 2 lossen maken en 9 stokjes in de rij. Dus 2 lossen, 1 en nummer 2, slaan we 1, 2 van de ketting over en in de volgende 9 haak je ieders 1 stokje. Neem je de tijd voor, de eerste toer is altijd wat priegelen en daarna in de volgende toer is het gewoon een kwestie van in de stokjes haken of in de losse kettingen. Dus dan maakt het werk alweer makkelijker. Dus nummer 2. Hier is nummer 3. En nummer 4. Dus nummer 5. Nummer 6. Acht. En nummer 9. Dat is de eerste helft van het motief. 2 lossen. En nu sla je 2 steken over van de ketting. 1 en nummer 2. En in de volgende 9 haak je weer ieders 1 stokje. En dan heb je het tweede deel van het eerste motief bijna klaar. Dan gaan we eerst de 9 stokjes haken. 1, nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. En het eerste volledig motief maak je af door 4 lossen te haken. 3 en nummer 4. Van hier tot en met de 4 lossen is hetgeen wat je gaat herhalen. Dus je slaat nu 4 steken over van de ketting en in de volgende 9 haak je de 9 stokje. 1 stokje in de volgende 9 steken en dan maak je 2 lossen. Dan sta je 2 van de ketting over plus weer 9 stokjes in de rij en 4 lossen. Dat is de herhaling. Dat ga je nu doen en dan kun je het laatste stukje gaan haken, dus het laatste motief. In mijn geval heb ik dus 2 motieven gemaakt, dus ik kan nu gelijk door met mijn laatste motief. Sla ik 4 steken over. 1, 2, 3, 4. En dan is alleen de laatste 4 steken anders dan als jij 4 lossen haakt. Want we zijn gestart met 2 stokjes, 2 lossen. En daar moeten wij ook mee gaan eindigen. Dus in plaats van de ketting van 4 haak je 2 lossen. En in de laatste resterende 2 steken, dus je slaat 2 steken over en in de laatste 2 haak je ieders 1 stokje en heb je 2 stokjes aan het einde. 2, 4, 6. 6. 7. 8. 9.
2 lossen. 1, 2 steken overslaan en in de volgende 9 weer ieders 1 stokje. 1. En dan hoop ik dat ik goed geteld heb. Zal wel, denk ik. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En nummer 9. Nu heb ik dus mijn tweede motief gemaakt. En nu haak ik 2 los in plaats van 4. En dan sla ik 2 steken over. En dan heb ik goed geteld, want dan heb ik nog 2 steken resterend. En in die laatste 2 steken haak je ieders 1 stokje. 1 en in de laatste ook 1. Dan zal ik even het motiefje erbij halen hier. En dan zul je zien dat ik gelijk ben aan de basis. Nu gaan we aan toer 2 beginnen. Vanaf toer 2 tot en met toer 6 is de herhaling. Dus deze toer doe je eenmalig en daarna is het herhaling van 2 tot en met 6. 3 lossen, als zijnde eerste stokje. Je mag ook 1 losse haken en een stokje in dezelfde steek. In de volgende steek haak je 1 stokje. 2 lossen. Dit is in alle toeren gelijk. Totdat je samen gaat voegen en dan wordt het iets anders. Dus tot nu, dit is in alle toeren. Dus 2 stokjes in de eerste 2 steken. Dus 1 stokje plus 2 los. En daar eindig je ook mee. Nu haken in plaats van 9 stokjes op een rij, haken we 7 stokjes op een rij. Dus je slaat de ketting van 2 over en in het eerstvolgende stokje haak je een stokje plus nog 6 daarna. 1 is nummer 2. Nummer 3. 4. 5. Dus nummer 6 in de rij. En nummer 7 erachteraan. Nu haak je 2 lossen. En in de ketting van 2 lossen haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 2 lossen. Slij de eerste 2 steken over. En in de volgende 7 steken haak je ieders 1 stokje. Dus bovenop de stokjes van de voorgaande toer. Dus nu 2, 3, 4. 5, 6 en nummer 7. Zo ziet het er dan uit. Nu, 4 lossen. 3, 4. Want we zijn in dit gedeelte hier. Nu haak je in de eerste 7 steken weer dus 1 stokje. Dus bovenop de stokjes haak je in totaal 7 stokjes op een rij. 1, 2, 3, 4, 5, even draad pakken, 5. Nummer 6 en nummer 7. 2 lossen. In de ketting van 2 lossen haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 2 lossen. Eerste 2 steken overslaan. En in de volgende 7 steken we ieders 1 stokje. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Als je nu dus meer motieven hebt, haak je nu weer 4 lossen en dan ga je door met het volgende motief. Net zolang tot je weer aangekomen bent met de laatste 2 lossen en 2 stokjes. En dan haak je 2 lossen, sla je de ketting van 2 over en haak je in de laatste 2 steken ieders 1 stokje.
Dus nummer 1 en de laatste plaatsje onder de derde lus waarmee je gestart bent. Probeer je naald onder twee draden door te steken. Dat geeft je een mooie strakke body. Nou, is toer 2 gedaan. Ze zijn nu van 9 naar 7 gegaan. En in de ketting van 2 heb je 3 stokjes gehaakt. Nu haak je weer 3 lossen. Of een losse en een stokje. In de tweede steek haak je een stokje, zoals alle toeren vanaf nu af aan. 2 lossen en dan starten met het motief. In plaats van 7 stokjes haak je nu 5 stokjes. 1. 2. 3. 4. En nummer 5. Haak je 2 lossen. In de ketting van 2 lossen haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. 2 lossen. Dan slijden 3 stokjes van de voorgaande toer over. En dan ga je naar de volgende ketting van 2 lossen. En dan haak je ook weer 3 stokjes in. 1, 2 en nummer 3. 2 lossen. Eerste 2 steken overslaan en in de volgende 5 steken haken we ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. En om de sectie het motief af te maken haak je 4 lossen. Dus dat ga je nu blijven herhalen. Dus 5 stokjes, 2 lossen, 2 steken overslaan, 3 stokjes in de ketting van 2. 2 lossen, de 3 stokjes voorgaande toer overslaan. En in de ketting van 2 weer 3 stokjes, 2 lossen en over de laatste 5 in plaats van 7 haak je ieders 1 stokje plus 4 lossen. Dit blijf je herhalen totdat je nog maar de 2 lossen en 2 stokjes aan het einde van de toer over hebt. Dus ik ben nu dus bij het motief aangekomen dat ik eindig met 2 lossen en 2 stokjes. Dus dan zal ik even snel doorhaken. Dus nummer 3, nummer 4 en nummer 5. 2 lossen, 3 stokjes in de ketting van 2 lossen van de voorgaande toer. Dus nummer 3. 2 lossen in de volgende ketting van 2 lossen van de voorgaande toer weer 3 stokjes. 3, 2 lossen, eerste 2 steken overslaan en in de volgende 5 stokjes haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 2, nummer 3, 4 en nummer 5. 2 lossen, want ik ben aan het einde van de toer. Dus ik heb mijn laatste motief gehad. En in de laatste 2 steken we dus 1 stokje. Dus een stokje boven het stokje en een stokje in de derde lus. Nu hebben we toer 3 gehad en gaan we door naar toer 4. We starten natuurlijk weer met 3 lossen en een stokje in de volgende steek. Of een losse stokje en een stokje daarna. Plus 2 lossen. Dat is de herhaling die je ten alle tijde blijft doen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus dan laat je de laatste 2 stokjes van de 5 ongehaakt. Dus 1, 2 en nummer 3. En nu verandert het spel een beetje. Haken we 2 stokjes. En nu haak je 2 stokjes in de ketting. In plaats van 3 haak je nu dus 2. 1 en nummer 2. En bovenop de 3 stokjes die je gehaakt hebt, haak je ieders 1 stokje. En dan heb je nu dus in plaats van 3 stokjes, heb je nu dus 5 stokjes op een rij. 2 lossen. Ga je door naar de volgende 3 stokjes van de voorgaande toer. Dan haak je ieders 1 stokje bovenop. Dus nummer 2 en nummer 3. Nu in de ketting van 2 lossen haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2, dan 2 lossen. Dus laat de eerste 2 steken over, dus eerst 2 stokjes over van de 5. En in de volgende 3 steken, of in de volgende 3 stokjes, haak je ieders 1 stokje. Plus 1, 2, 3, 4 lossen.
Dat ga je dus herhalen. Dus 3 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes in de ketting. 3 stokjes op een rij, 2 lossen, 3 stokjes op een rij, 2 stokjes in de ketting, 2 lossen en de laatste 3 steken. Ieders 1 stokje plus 4 lossen. Van hier tot hier is de herhaling. Dat blijf je herhalen tot het laatste motief en dan eindig je weer met 2 lossen en 2 stokjes. Ik zal die toer even gaan afhaken. Dus nu 3 stokjes op een rij. 1. 2. En nummer 3. 2 lossen. 2 stokjes in de ketting van 2 van de voorgaande toer. Volgende 3 stokjes, ieders 1 stokje bovenop haken. 1, 2 en nummer 3. 2 lossen. In de volgende 3 stokjes van de voorgaande toer haak je weer ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. In de ketting van 2 lossen haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu 2 lossen. Sla je 2 stokjes over en in de volgende 3 stokjes haak je weer ieders 1 stokje. En dan ben ik aangekomen aan het einde van mijn motieven. Haak ik 2 lossen, stokje en nog een stokje erbij. 3 lossen, werk draaien en dan gaan we naar toer nummer 5. Zo ziet het er nu uit. Ik ga me starten aan toer nummer 5. Ik heb mijn 3 lossen al gehaakt en hier is mijn stokje. 2 lossen. In de eerste stok haak je 1 stokje. 2 lossen. Dan sla je 2 stokjes over en ga je naar de ketting van 2 lossen. En daar haak je 2 stokjes in. 1 en nummer 2. En over de volgende 5 stokjes voorgaande toer haak je weer ieders 1 stokje bovenop. Dus nummer 2, nummer 3, nummer 4 en nummer 5. 2 lossen. In de volgende 5 stokjes haak je weer ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. In de ketting van 2 lossen haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 2 lossen, 2 stokjes overslaan en in de derde een stokje. Plus 1, 2, 3, 4 lossen. Dus stokje. 2 lossen, 2 steken overslaan, 2 stokjes in de ketting, 5 stokjes op een rij, 2 lossen, 2 lossen overslaan, 5 stokjes op een rij, 2 stokjes in de ketting, 2 lossen, 1 stokje in de laatste steek plus 4 lossen. Dat is de herhaling tot het laatste motief en het laatste motief haak je weer 2 lossen en 2 stokjes om de toer te eindigen. Haak deze even snel af en dan zijn we eigenlijk in de laatste herhaaltoer aangekomen. En dan vanaf daar ga je toer 2 tot en met toer 6 herhalen. Dat zijn 2 stokjes in de losse ketting en dan 5 stokjes op een rij. Die eerste stok had ik al gemaakt op de rand. Dit is nummer 5, heb ik 7 op een rij. 2 lossen. In de 5 steken haak ik ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. 2 stuks in de ketting van 2 lossen. 1 en nummer 2. 2 lossen, 2 steken overslaan in een derde een stokje. Nu ben ik het laatste motief geëindigd. Haak ik 2 lossen. En over de laatste 2 steken haak ik weer ieders 1 stokje. Stokje. En hier het volgende stokje. 3 lossen. Werk draaien. Dan laat ik je het even zien waar we nu zijn. We
ga nu zorgen dat we van hier tot en met hier weer 9 stokjes met 2 losse in het midden hebben. En dan zijn we klaar. En dan kunnen jullie doorgaan haken met de herhaling van toer 2 tot en met toer 6. In het eerste stokje haak je een stokje of je haakt 3 losse. Plus een stokje daarnaast 2 losse. Nu, in de eerste steek haak je 1 stokje. En weer een verandering, in de 2 losse haak je 1 stokje. En over de 7 steken haak je ieders 1 stokje. Heb je 9 stokjes weer op een rij, zoals met de eerste toer. Dus nummer 2, 3, 4, 5. Dus nummer 6 en nummer 7. 2 lossen en dan ga je naar de volgende 7 steken en dan haak je ieders 1 stokje bovenop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummer 7. In de ketting van 2 lossen haak je 1 stokje. En bovenop het stokje haak je 1 stokje. En het motief sluit je af met 4 lossen. Dus de herhaling is van hier tot en met de 4 lossen. Wat je doet is een stokje bovenop het stokje, een stokje in de ketting van 2 lossen. Dan over de volgende 7 steken weer dus 1 stokje. 2 lossen over de volgende 7 steken, ieders 1 stokje. 1 stokje in de losse ruimte, 1 stokje bovenop het laatste stokje, plus 4 lossen. Dat is de herhaling. En dan het haakje door totdat je nog maar 2 lossen en 2 stokjes over hebt. En daar betekent weer 2 lossen en 2 stokjes haken. Ik haak nu het laatste motief. Stokje op stokje, stokje in de losse ruimte. En dan 7 stokjes op een rij, bovenop de 7 stokjes van de voorgaande toer. Dat maakt 9 stuks in een rij. En nog 2, 1 en nummer 2. 2 lossen. In de volgende 7 steken we ieders 1 stokje. 1, 2, 3, 4. Hup. 3. 4, 5, 6 en nummer 7, stokje in de losse ruimte en stokje bovenop het laatste stokje van het motief. Dan ben ik aangekomen aan het einde, maak ik 2 lossen. En bovenop de laatste 2 steken in de rand haak ik weer ieders 1 stokje. 1 en nummer 2. Goed. Je gaat nu dus vanaf toer 2, 3, 4, 5, 6 ga je blijven herhalen. Want toer 1 is gehaakt in die ketting, dus dat is geen herhaaltoer. Want je kan niet elke keer in die ketting haken. Dus van toer 2 tot en met toer 6 dan blijf je herhalen. Tot toer 6 de hoeken jij in de oksel kan laten aanraken. Dus ga gewoon beginnen met het rugpand, de hoogte te maken die je nodig hebt en pas daar het voorpand op aan. Ik heb voor het nauwsluitende model heb ik voor 4 en achter 4 gedaan voor maat 36. Voor maat 38 zou je waarschijnlijk 4 rug 5 voor moeten doen. Dat is aan jou. Als jij het losse model wilt hebben, kun jij ook gewoon aanpassen. Het is gewoon de basis opzetten. Dan weet je precies hoeveel jij moet hebben. Als je het nou niet zeker bent, is één tip van mij. Meet van hier tot en met hier je motief op. Sorry, tot hier meet je motiefje op, hoe breed het is. Meet jezelf op en deel deze aantal centimeters door het aantal centimeters wat jouw breedte is van jouw rugband. Dan weet je precies, oh, ik heb 4, 5 of 6 motieven nodig voor mijn breedte te bereiken. Het is niet erg als je hem wat ruimer doet. Dus het mag rustig losjes vallen.
Dus als je het nou net niet haalt met 5 en je zou het wel met 6 halen, maar zou het iets wijder worden, gewoon doen. Je moet het voorpand erop aanpassen, dus dat is geen enkel probleem. Je kan beter ietsjes wat ruimer hebben voor de zomer dan te strak. Jullie mogen deze 2 motieven voor- en achterpand gaan haken. En in de volgende tutorial laat ik je zien hoe je de 2 delen aan elkaar gaat verbinden. Dus je zorgt nu voor dat je van schouder tot onderkant oksel kan laten aanraken. En dan gaan wij in deel 2 verder met hoe het samen te voegen tot 1 geheel. En hoe jij meerderingen in de zijnaden kan maken voor het getailleerde model. Of als je toch net iets te krap uitkomt richting de heupen, kun je dit ook gebruiken bij het oversized model, dus bij het losse model. Ik wens jullie heel veel plezier en graag tot volgende week.